Voor de categorie Silvader en overig wit bespreken we nu de winnaar. Voor de duidelijkheid, overig wit wil niet zeggen dat we daar de Bourgondes in gestopt hebben. Nee. Want de Bourgondes hebben we in een aparte categorie gedaan. Die komt straks nog in een later video aan bod. De Weissburgunder, Grauburgunder. Dus Silvader en overig wit wil zeggen ook scheurebe, dat soort druiven. Ja. Wat hadden dus we nog meer? Kerner, we hadden wat Rieslana zelfs, ja. Müller-Thurgau. Vooral Silvader toch wel. Ja. De winnaar is Silvader Sommerhausen Altenberg 2017. Een grote lager van importeur Beignet Global Wines, prijskategorie 8. Ja, dat is dan echt Silvaner uit Franken van topniveau. Franken is de streek voor Silvaner. En we hebben in de proeverij ook Silvaners gevonden uit andere streken die heel erg goed van niveau zijn. Maar als je dan zo'n wijn daarnaast zet in een blinde proeverij in de finale, dan steekt hij er toch bovenuit. Ja. Een producent die hele goede wijnen maakt. 15e generatie wijnboeren. Echt zo'n Duits wijngoed dat heel lang in familiebezit is. En dit soort prachtige wijngaarden dus ook al heel lang in bezit heeft. En dit is dan een wijn die niet in een boksbeutel zit, voor de duidelijkheid. Nee, en dat die boksbeutels die liggen ook niet lekker in een winkelschap. Nee. En er zijn producenten die zeggen, we willen die boksbeutel niet meer. En dit zit in een klassieke Riesling. Ik heb het idee dat ze dat bij Riesling Grootste Kweks in Franken sowieso veel meer doen. Dat zag ik nu ook op de voorpremière in Wiesbaden. Dat ze de boksbeutel een beetje voor Silvaner willen behouden. Misschien nog meer een streek. Om de streek uitstraling van Franken te houden. Ja. Maar in een winkelschap. Nee. Albert Heijn heeft dan wat liggen in de winkelboksbeutel. Maar de supermarkten houden er helemaal niet van. En gewone winkels ook niet. Maar dit is een prachtige wijn die de eerste prijs met glans verdient. Zeker weten. Prachtig. Gefeliciteerd.